Niets verandert zo vaak als mode en trends. Als ik foto's van mezelf van vroeger zie, moet ik vaak lachen om wat ik toen mooi vond. Wat droegen bekende Nederlanders toen zij jong waren? Ik heb afgesproken met een actrice die speelt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dilan Yurdakul speelt in deze serie de rol van Aizen. Dilan. Hey. Hallo. Zit je al klaar met jouw laptopje? Ja, ik heb even een paar foto's uitgezocht. Hè? Dat was ik denk ik 14. Had je nu al een koppie? Ja, dit was een beetje mijn rebelse periode. Ik begon toen ook net met sporten. Ik weigerde ook gewoon jurkjes aan te doen. Ik weet nog heel goed dat mijn nicht ging trouwen en dat ik er echt een heel groot probleem van maakte om mijn trainingspak uit te doen. Oh, wat grappig. Daarna echt een jongensmeisje. Ja, dat heeft niet heel lang geduurd, maar dat was wel heel heftig toen, ja. Wat had je om? Wat is dit? Dat was weer het tegenovergestelde. Dat was een periode dat ik allemaal sjaaltjes van mijn moeder droeg. Gewoon echt zo tuttig voor iemand van 12 of zo was ik daar. Nou, je lijkt wel een beetje op een soort stewardess of zo. Ja. Iemand in zo'n hostess, weet je wel. Ja, dit is echt zo'n modeflater, vind ik. Dit draagt mijn oma, zeg maar, in mijn ogen. Ja, eigenlijk zijn het ouderlijke topjes. Ja, hier lijk ik nog ouder dan dat ik nu ben. Ja. Qua kledingstijl. Weet je nog of je dat toen belangrijk vond? Erbij horen of gewoon je eigen stijl kiezen? Ik werd wel vrij erg gepest op de basisschool. Vanaf 6 tot 10 of zo. Dat is best wel bepalend geweest, omdat ik... Ja, ik werd gepest met het feit dat ik dik was. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee, want ik zat laatst ook al die foto's te doen. Nou, ik was helemaal niet dik, hoe komt dat nou? Weet je nog wat ze zeiden? Ja, varken, of dan als je dan van die poppetjes hebt die wat dikker zijn in boekjes of zo. En in Dylan of zo. Ja. Ja, dat is heel lang geleden, maar dat is wel gebeurd, ja. Ja, en toen zag je op de middelbare school, zoek het uit. Ja, ik ga mijn eigen ding doen. Ja, nu ga ik gewoon mijn eigen ding doen. Ja. Vanaf dag 1 tot de laatste dag heb ik echt alleen maar lol gehad. Ja, echt vreselijk. Ah, hoe oud was je hier? Hier was ik 14. Altijd een blote buik. Als het winter was, had ik wel een winterjas aan, maar die was dan zo kort dat mijn buik alsnog bloot was. Oh, ja. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik echt, nou, dat hoe ik heb gefietst naar school elke dag, dat weet ik niet. Maar ik moest en zou blote buik hebben. En jij durfde wat dat betreft je wel heel erg te laten zien. Ja, dat durfde ik wel, ja. Ja, dat was wel. Ik was ook altijd degene met de kortste rok en zo in die periode, ja. Ja? Mijn moeder werd helemaal gek, ja. Wat zei je moeder dan? Ja, ze zegt, ga je zo naar buiten? Je hebt niks aan. Oh ja? Je hebt echt niks aan. Als je bukt, dan zie ik je billen. En waarom wilde jij dat dan zo graag aan? Juist omdat het niet mocht misschien. Ja, ja. Maar hoe heb jij dan je kledingstijl uiteindelijk gevonden? Door juist dat allemaal los te laten. Dus door juist te denken van nee, ik hoef er niet als die uit te zien. Maar dat is natuurlijk onwijs moeilijk, want soms wil je gewoon alleen maar op de anderen lijken. Ik snap dat het er is, we ontkomen er niet aan. Maar ik vind het heel belangrijk dat de jongeren nu dat ook los kunnen laten. Het is niet erg als je er niet bij hoort. Nee. Voor eventjes, want morgen is het weer over. Heel mooi. Dank je.